Hou dan eens je bek. Weet je dat het soms beter is om even je mond te houden? Even niets te zeggen. Even luisteren naar de ander en al jouw geweldige ideeën voor jezelf te houden. Het heeft vooral met de 75-25 regel van het luisteren te maken. Iedereen wil graag gehoord worden en het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt. Er is daarbij maar één probleem. We hebben daar nogal een eenzijdig beeld van. We horen namelijk onszelf graag praten en die tijd voelt een stuk korter aan dan als de ander aan het woord is. Om bijvoorbeeld een klant het gevoel te geven dat hij ongeveer even lang aan het woord is als jij, moet je deze 75% van de tijd zelf laten spreken. Een klant heeft dus pas het gevoel dat jullie gesprek in balans is wanneer hij drie keer zoveel aan het woord is als jij. En andersom geldt het dus ook. Pas als jij het gevoel hebt. Dat de ander 75% van de tijd meer aan het woord was, dan pas mag jij ervan uitgaan dat er sprake is van enige balans. Het is voor veel mensen een harde les, maar wil je anderen het gevoel geven dat ze gehoord worden, hou dan eens je bek.